Het is een beetje een specialisme wat je moet hebben. En, het is wel goed om een goede wegrenner erbij te hebben, maar ja, op de baan blijft toch wel speciaal. Uiteraard moet je een grote motor hebben, je moet heel hard kunnen fietsen. Maar wel gecombineerd aan een traptechniek en een techniek, tactiek die je in de wedstrijd toepast. Als je de traptechniek bekijkt, dan gaat het al met 20, 30, 40 toeren meer dan dat je buiten gewend bent. En dat is voor heel veel wegwielrenners natuurlijk moeilijk. Wat ik bij de techniek en tactiek nog eens een keer belangrijker vind, is eigenlijk de aflossing. Dus de handaflossing die je in een koppenkoers nodig hebt. Meestal is het zo dat je, als je de koers inkomt, dat je je hand zo houdt. En dan wordt hij eigenlijk gewoon met de volledige hand gepakt. Dus deze greep is goud waard. Ja, de aflossing is bijna de key. Als je geen goede aflossing hebt, dan rij je eigenlijk de hele tijd achter de feiten aan. Gelukkig hebben Wim en ik wel een goede aflossing en daar kunnen we er goed snel uit halen. Dan moet hij gaan naar beneden en hij wordt niet aflossen. En dat moet hij dan. Dat moet hij nog een keertje gaan. Juist, klaar. Achter de rug. Beetje duwen. Als je ongeveer uit gaat rekenen dat je elke twee ronden gaat aflossen. En je rijdt elke avond een paar honderd ronden. Dat aantal keer zes dagen, ja, dan weet je natuurlijk dat elke aflossing waarbij je 2 meter toe moet geven, ja, dat is natuurlijk een eindeloze afstand die je gewoon in de hele week tekort kan komen. Ja. Het is best eng, dat kan ik wel zeggen. Je rijdt met weet ik veel hoeveel man in de baan. En je moet elkaar aflossen, nou dat is best eng denk ik hoor. Het gaat af en toe op millimeters, zeg maar net goed. Maar die jongens zijn erop getraind, dus dat is ook iets waar je tactiek op aanpast. Hoe scherper, des te meer energie je overhoudt voor de beslissende momenten. En, ja, dat is ook het voordeel tussen de jongens die dit de hele winter door doen en op elkaar ingespeeld zijn. Ten opzichte van de jongens die hier misschien wel hun enige zesdaagse in deze winter fietsen. Maar je moet je de voordeel eruit halen, want op het moment dat je dat meepakt, ja, dan rij je natuurlijk meteen 60 per uur. Dan moet je gelijk demareren. Dan ben je meteen weg. Ja, het is gewoon net of je een hele harde duw in je rug krijgt. Net of je een extra versnelling erbij krijgt eigenlijk. En, ja, als die aflossing dus niet goed is, dan krijg je minder snelheid mee, waardoor je een extra gaatje moet dichtrijden. En dat lukt 3-4 keer, maar na 5 keer houdt het wel gauw op.